In een recente uitzending van Vandaag in Site heeft Wilfred geneden argwaan van zes kijkers gewekt door Euskanakjol niet te bevragen over het wangedrag bij het programma Sterren op het Doek. Achter de schermen van dit ogenschijnlijk onschuldige programma heeft zich een onaangename situatie voorgedaan, waarbij een eindredacteur ontslagen werd na woedeuitbarstingen, met als resultaat een slachtoffer dat de mediawereld verliet. Hoewel Euskanakjol nog geen presentator was ten tijde van dit voorval, en de klacht over zijn eigen gedrag losstaat van deze kwestie, Vroegen veel kijkers zich af waarom Wilfred dit onderwerp niet aansneed tijdens de uitzending. Er zijn geen afspraken gemaakt over het vermijden van dit onderwerp, zo benadrukt Wilfred, maar toch reageerden veel mensen wantrouwend. Op BNR Nieuwsradio verklaart Wilfred dat hij na de uitzending veel vragen kreeg over mogelijke afspraken om het wangedrag en grensoverschrijdend gedrag bij sterren op het doek niet te bespreken. Euskamp bevestigt dat dit voor zijn tijd was en dat hij zelf geen getuige was van de incidenten. Wilfred verdedigt zijn beslissing om het onderwerp niet aan te snijden en legt uit dat veel mensen ten onrechte dachten dat er een opzetje was gemaakt om het te vermijden. Euskan voegt toe dat deze mensen mogelijk niet goed op de hoogte waren van de chronologie van gebeurtenissen. Het misverstand wordt hiermee opgehelderd, maar de kijkers blijven met vragen zitten over het uitblijven van vragen met betrekking tot het wangedrag bij sterren op het doek.